En dan beginnen we met dezelfde vraag die ik net aan Galit stelde. Wie zijn de drie topscorers van Fortuna Sittard? Nkoyi, Kaluta. En het zou die Vorm kunnen zijn of anders die linksbuiten, maar dat is een hele moeilijke naam. Nepomuceno. Die ja, ja. Ja, die kon ik niet uitspreken, maar die eerste twee, dat wist ik wel, ja. Oh, dat geeft wel aan dat je er echt mee bezig bent. Ja, mag ook misschien wel, maar Galit wist het niet. Nee, nou goed, kijk, ik kijk altijd wel naar spitsen. Ik bedoel, ik ben zelf een spits en dan ben je wel nieuwsgierig hoe die andere spitsen het doen in de Jupiler League. Dus Nkoyi, dat is wel voor mij wel een redelijk bekende spits. Die speelt al jaren daar en niet te onderschatten spits. Is het zo? Is het echt een beetje een kwalitatief goede speler? Nou, voor de eerste divisie is zeker een goede spits. Hij is fysiek sterk en neus voor de goal. En vorig jaar heeft hij er volgens mij minstens 15 gemaakt. Bij Eindhoven heeft hij er ook zoiets gemaakt. Dus wij moeten zeker niemand onderschatten. En ik kan me herinneren dat Willem II er ook met 3-1 klop kreeg. Dus ja, wij moeten zeker niemand onderschatten. Jij bent ook wel een aardige spits, hè? Voor de eerste divisie wordt in elk geval gezegd. Vind ik zelf ook wel, alsjeblieft. Toch speelde je niet de laatste twee wedstrijden. Wat vond je ervan? Dankjewel voor het compliment. En ik was teleurgesteld. Maar ik neem aan dat elke sportman die fit is en niet speelt teleurgesteld is. Dat moet ook zo zijn, anders dan heb je niet een goede instelling. Dus ik vond het jammer, maar ja, dat was de keuze van de trainer, zoals het zo mooi heet. Welke uitleg heeft hij jou gegeven en had je daar respect voor of begrip voor? Nou ja, never change a winning team, dat is Engels. Misschien weet je wat dat betekent. Nou, ik spreek een aardig woordje Engelands. Engelands? Ja, misschien eerst maar een cursus Nederlands gaan volgen. Nee, maar dat was een van de redenen. Want ze hadden het goed gedaan, die gasten, bij Almere uit. En, maar ik had wel iets meer krediet verwacht. Ik heb er toch 3 ingeschopt. En ze deden het heel goed in de agressiviteit, in het druk zetten. Hij vond dat die gasten dat net iets beter invulden dan ik. En dan zie je het fout gaan tegen Eindhoven. Met welk gevoel kijk je dan? Van, joh, zie je wel, je moet gewoon mij daar neerzetten? Of vind je het dan echt balen dat het slecht gaat? Nee, ik was wel echt teleurgesteld dat we voornamelijk niet echt voetbalden. En dat Eindhoven zeker eerst al 70% balbezit had. Dat schokte mij wel een beetje. Want of je dan mij in de spits zet, of El Aznawi, of Bilal of Van Persie, dan kom je er gewoon niet aan te passen. En dan krijg je alleen maar lange ballen en duels met die Ntoko van 2 meter. Ja, dan had ik ook niks kunnen brengen. Dat kan ik je op een briefje meegeven. Dus ik had het zeker niet beter gedaan. En wij moeten lekker gaan voetballen van achteruit en kansen creëren via de zijkant, via steekpaasjes. En dan kan je me goed gebruiken. Nu was het een hele moeilijke wedstrijd. Het is allemaal makkelijk gezegd, hè? Ook vooraf het eerste interview van Bogus hier gaf. Ja, we moeten zeker thuis aanvallend voetbal spelen. Dat verdient het publiek. Dat zien we niet, hè? Nee, klopt. Nou ja, wat ik zeg. Ik denk dat het een stukje angst is. Een stukje onzekerheid. Bang om fouten te maken. En daarom, als we de bal hebben, dan schieten we hem heel snel lang. En dan heb je de minste kans op een fout natuurlijk. Alleen ja, als jij 20 lange ballen krijgt, dan zeker tegen sterke verdedigers. En de bal moet ook maar net goed vallen dan, de tweede bal. Ja, dan verlies je heel veel ballen. En we hebben jongens zeker achterin en op middenveld. Ja, we moeten lekker gaan voetballen en van daaruit kansen creëren. En geen toevalsvoetbal spelen en typisch Jupiler League voetbal. Want dat kunnen wij niet. En dan krijg je wedstrijden zoals tegen Eindhoven. Is het zo? Jullie kunnen niet typisch Jupiler League voetbal spelen? Nou ja, ik denk als jij met bijvoorbeeld een Langendijk en met mij of El Aznawi speelt en Deekman. Ja, als je alleen maar lange ballen gaat spelen, dan wordt dat heel lastig. Ik kan best wel eens een kopduelletje winnen, maar over het algemeen is het wel wat lastiger. En je moet elkaar gebruiken op elkaars sterke punten. En, we hebben snelle technische buitenspelers. Dan moet je die aan het werk zetten over de grond en die moeten doorkomen via de zijkant. En niet toevalsvoetbal, maar kijken hoe die bal valt. Je zegt, joh, we zijn bang, we gebruiken te vaak de lange bal. Dan is het voetbal ook automatisch natuurlijk niet verzorgd. Weer een stapje verder. Ze hebben de supporters, zien weinig mooi voetbal. We gaan er ook niet mee naar Fortuna Sittard. Voor de tweede keer op rij al dat er geen bus gaat naar een uitwedstrijd. Vorig seizoen is het maar 1 keer gebeurd. Dat geeft natuurlijk ook te denken, hè, dat de supporters denken, nou, ik geloof het wel even. Nou ja, dat is heel jammer. Dat is teleurstellend. En ik kan het nog wel begrijpen ook. Ik bedoel, eigenlijk moeten we eerst goed voetbal laten zien en een resultaat boeken. En dan zullen ze wel weer komen. Maar nu zien ze natuurlijk slecht voetbal. En we zijn overal net te laat. Zeker tegen Eindhoven, die tikken ons weg. En dan zijn we overal te laat. Dus de mensen zullen denken, het is apathisch. Ze willen niet of ze zetten geen druk. Maar dat is niet het geval. Ik zie die gasten helemaal stuk na de wedstrijd. Heel veel gelopen. Alleen we moeten het om gaan buigen naar zelf de bal hebben en goed lopen. Ja, slim lopen. Ja, inderdaad. En
ja, daar gaan we tegen Fortuna gaan we een goede stap in tegen zetten. Ja, de mensen die naar kijken denken ze, joh, alweer? Ja, nee, klopt, tuurlijk. Maar ja, dat moeten we om 9:45 morgen moeten we dat zien. En dan, als we dan met 1-3 gewonnen hebben met goed voetbal, dan gaan we een reeks neerzetten. Hebben jullie nou deze week andere dingen gedaan of totaal niet? Is het veel praten of is het juist meer video kijken? Wat hebben jullie deze week anders gedaan? Nou, op zich doen we dat altijd wel. Dus veel beelden kijken, analyseren, dat hoort er tegenwoordig bij. En dat schijnt heel belangrijk te zijn. Maar dat is ook wel belangrijk, alleen ja, je moet eerst dan naar jezelf kijken. En als je het zelf goed invult, en daar hebben we wel hard aan gewerkt deze week. Om qua drukzet het beter te doen, maar voornamelijk balbezit moeten we, ja, heel simpel gezegd, gaan voetballen.